Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. OKB, laten we ze de gelegenheid geven als partij en als partijen. Ook individueel, want ik hoorde de deze ook zeggen, er zijn individuen allerlei dingen schreeuwen en manipuleren met beelden en foto's. Laten we dat niet doen. We hebben er geen baat bij. McDermott doet de rokken rustig en aan het eind hebben we een resultaat waar we ons bij met z'n allen zullen moeten neerleggen. Diegenen die minder zetels hebben, diegenen die meer zetels hebben, diegenen die een bepaald resultaat hebben, we zullen ons met alle geruststelling moeten neerleggen bij het besluit. En dan hebben we een nieuw begin. En hoe dat begin eruit zal zien nogmaals, dat is helemaal afhankelijk hoe de kaarten zullen worden geschud. Maar nu zaken naar elkaar de hoofd slingeren, ja, dat is geen goede zaak in het verkiezingsproces. Laten we ons omzetten juist, en dat is waarom de NDP vandaag uitkomt. Ja, op het moment waar we denken dat het gepast is, ja, toch? Om onze partijleden, maar ook gewoon de politiek op te roepen om hun bijdrage te leveren, dat we onder deze uitdagende omstandigheden toch wel kunnen komen tot een zo goed mogelijk afronding van het verkiezingsproces. En we gaan ervoor. Ja. Grantani, meneer Bouva, dan zijn we dan op de hoogte van de gedachtegang van de NDP. Dat was NDP'er Bouva over de uitslag. En hij gebruikt een hele mooie zin, hoor. Hij zegt van na die hertelling, dan kunnen we altijd nog kijken wat we met de 16, 18, 19 of 20 zetels gaan doen. Dus die man is ervan overtuigd dat hij na die hertelling extra zetels bij krijgt. Je luistert naar Stoomvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stoomvasteradio.nl.